gaan we verder met iets wat ook heel ongelooflijk is. Een van de hoofdpijndossiers, de toeslagenaffaire. De afhandeling lijkt voor de gedupeerden namelijk een gebed zonder eind. Gisteravond vond er een debat plaats met Mark Rutte naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Weer een avond debatteren over toeslagenschandaal. Stap dichter bij de oplossing? Zeker niet. Ik denk eerder 10.000 stappen verder weer verwijderd. 7 jaar op het leven van een mens is veel. Op het leven van een kind is vaak een meerderheid. En als je dat accepteert, dan ben je onverschillig. Welk van de problemen die we net benoemd hebben, zijn dan zodanig ver opgelost dat de premier zegt, nou, hier ben ik nog een beetje trots op. Ik denk dat we nog heel veel verder zijn met het in kaart brengen en ook oplossen van hardheden. Ja, de garantie afgeven dat er niet nog meer stukken komen. Maar dat heb ik u ook al aangegeven, dat ik voor de zomer waarschijnlijk nog met aanvullende zaken kom. Er komen voor de zomer waarschijnlijk nog meer stukken. Ach ja, ik weet het niet. Als we een beetje prioriteren, we moeten ook nog andere dingen doen. Ik hoop dat u meeluistert. Want dit is krankjoren. Ik vind dat frustrerend. Wat denkt u dat als ambtenaren mij komen melden, jongens, we hebben iets gevonden? Dat ik dan denk van, nou ja, dat vind ik helemaal geen probleem, jongens. Er is geen enkele drive. Geen enkele uitstraling van een premier die zegt, dit is de richting en zo gaan we verder. Constaterende dat het kabinet voor lief neemt dat veel ouders tot 2027 of langer moeten wachten om hersteld te worden, zegt het vertrouwen in het kabinet op. Welk college rechtsstaat hebben we hier gemist in vak K? Moet ik u allemaal terugsturen naar de collegebanken? Ja, het was een fel debat gisteren. Heel veel frustratie. Jij was er ook bij. Ja. Emotioneel. Hoe was het? Want je hebt ook gesproken met de gedupeerden. Die waren er ook bij. Hoe was het voor hun? Zelfs dat vol, publieke tribune. Er kwam ook heel veel respons vanaf die tribune. Verder Bergkamp moest ook regelmatig ingrijpen om dat een beetje te sussen. Het was het 11e debat over dit onderwerp. Het debat ging over het rapport Ongekend Onrecht. Het rapport wat voortkwam uit parlementaire ondervragingcommissie uit 2020, waar het bleek dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden op dit dossier. Het debat stond in het teken van de vraag, wat is er na het aftreden van het kabinet op dit dossier allemaal gebeurd om de slachtoffers te compenseren? Hoe ver zijn we? Het kabinet werd vertegenwoordigd door staatssecretaris Aukje de Vries en door minister-president Mark Rutte. En de meest aanwezige oppositieleden waren, zoals je net al zag, Jens Kleijten en Pieter Omtzigt. Ja. Het enquêterapport is al veel langer geleden uitgekomen. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een debat kwam? Nou, er zijn natuurlijk al meerdere debatten geweest. En dit is weer een moment, momentopname om te kijken van, jongen, hoe ver zijn we? En in hoeverre moeten we nog bijsturen om nieuwe problematiek die aan de oppervlakte is gekomen, zoals het feit dat de katshuisregeling niet zo succesvol blijkt als dat het kabinet had gehoopt. Die 30.000 euro die direct zou worden toegekend, waarvan heel veel ouders zeggen van, luister, die accepteer ik niet, want dat is niet mijn werkelijk geleden schade. Met andere woorden, ik wil of een juridische procedure gaan starten, of wat het kabinet nu op inzet, is een mediation traject op te zetten tussen slachtoffer en overheid, om in gezamenlijk overleg tot de schade en de compensatie te komen. En hoe werd dat ontvangen? Dat ga je straks ook even zien in het gesprekje wat ik met een van de gedupeerden had. Kijk, heel vaak gaat het om geld in dit dossier. Maar wat heel veel van die gedupeerden dus hebben, is dat ze niet gecompenseerd kunnen worden in geld. Maar ze willen vooral persoonlijke aandacht. Ja. Zij voelen zich niet serieus genomen. Ze hebben nog steeds het gevoel totaal gecontroleerd te worden door de overheid en de mensen die de overheid op de plek zet, daar waar onderhandeld moet worden of daar waar een oplossing gezocht moet worden. En bijvoorbeeld zo'n mediation traject is zoiets waarvan ouders zeggen van, luister, wij willen dan ook weten met wie we in gesprek gaan straks. Die willen we zelf kunnen bepalen. Nou, dat waren van die zaken die aan de orde kwamen in het debat. Dat mediation traject moet nog worden opgezet. Is nog niet, staat nog niet waar het moet staan. Dus dat zijn een van die dingen waar zij zich tegen uitspreken of over uitspreken. Van, luister, dat willen we graag, want wij voelen ons niet serieus genomen en we hebben toch steeds het gevoel dat we gecontroleerd worden door gemeenten, door ambtenaren die ons helpen of bijstaan in dit dossier. Maar ook op een hele wisselende manier. He, dus er is niet één of er zijn niet twee mensen die voortdurend in contact zijn met die slachtoffers, waardoor die hele menselijke maat ook daar weer niet voelbaar is. Ja. Hoe kijk jij hiernaar, Tom? Ja, eigenlijk wel een beetje teleurgesteld ook. Want je haalde net die katshuisregeling aan.
En dat het nu niet goed gaat, ja, daar zijn ze al gewoon voor gewaarschuwd toen ze daarmee kwamen. Om zo'n rigide maatregel te nemen van we geven iedereen hetzelfde bedrag en we kijken daar niet goed naar wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja, in die rigide maatregel zat misschien ook wel iets van, we hebben geen persoonlijke aandacht voor je. Want we geven iedereen hetzelfde. Zo van, dan proberen we dat even, dat gedeelte af te sluiten. Ja, en zo werkt dat niet. Ja. Het is gewoon niet los van die financiën, maar er is ontzettend veel financiële schade, emotionele schade geleden. Ja. Ja. En daar moet veel meer aandacht voor komen. Interessant dat je dat aansnijdt, want een van de gespreksonderwerpen gisteren was ook bekendgemaakt alarmerende waarschuwingsmail aan toenmalig staatssecretaris Menno Snel uit 2019. De titel van die mail was Vertrouwelijk spoed. Kwam van advocaat Eva González Pérez, die gedupeerde ouders bijstond toen. Ja. Toen was die groep ongeveer nog 100 mensen groot volgens het kabinet. En daar zijn ze toen ook persoonlijk mee in gesprek gegaan. Als, dat was in ieder geval de boodschap van Omtzigt, die mail bekend was bij ons, had heel veel extra schade en heel veel extra leed voorkomen kunnen worden. Want inmiddels, om je even een idee te geven, hebben 60.000 tot 70.000 ouders zich gemeld. Dus daar waar toen nog het beeld ontstond van, het zijn er ongeveer 100, dit kunnen we oplossen door middel van zo'n katshuisregeling. Ja. Had dit bekend kunnen zijn en had heel veel van die schade en dat leed dus. Het is niet de eerste keer, hè, dat er ineens documenten boven water komen. Het is de derde keer in de afgelopen half jaar. Die parlementaire ondervragingscommissie, waarin ook werd geëist om alles boven water te krijgen. En dat is ook een grote ergernis van Omtzigt gisteren. Van hoe kan het nou dat in zo'n situatie dat soort stukken nog steeds boven komen en dat er geen consequenties aan verbonden worden. En daar is uiteindelijk dan weer een motie van wantrouwen, onder andere door Leijten door ingediend, die het natuurlijk waarschijnlijk of natuurlijk niet gaat halen. Uiteindelijk. Dat zijn allemaal hele belangrijke documenten. De media heeft daar ook over geschreven, die eigenlijk heel relevant waren en aangeleverd had moeten worden bij de Tweede Kamer, of in ieder geval bij de parlementaire ondervragingscommissie. Maar dat gebeurde niet. Nee. Dus ik zal er even een aantal laten zien, een aantal koppen. Ik begin met het Parool. Geduld raakt op in de Kamer over toeslagenaffaire. Het is nog steeds chaos. Nou ja, jij had het over die mail van de advocaat die ze heeft gestuurd naar staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Maar hoe kan het dat dit soort informatie achtergehouden wordt en dat het zo lang duurt voordat het bovenkomt? Ja, staatssecretaris Aukje de Vries die moest daar natuurlijk antwoord op opgeven. En die stond er eigenlijk ook een beetje reddeloos bij. Van ja, jeetje, god, we hebben natuurlijk tienduizenden documenten en dan moeten we al die mailboxen afgaan om te kijken of daar nog documenten zijn uit het verleden die daarop zouden kunnen. Ja, dat moet je doen, ja. Zeker op het moment dat er zo'n commissie wordt opgesteld die zegt van luister, inleveren die handel. We willen weten wat hier gebeurd is. Ja. En als er dan achteraf blijkt dat er nog zoveel documenten zijn en de Vries ook niet kan garanderen dat er nog meer komt, ja, dan krijg je dus van Omtzigt dit soort uitspraken dat ze terug naar de schoolbanken worden gestuurd voor een college rechtsstaat. Het is ook niet zomaar, een fout die wordt gemaakt van, je kunt dus wat slippertjes maken. Nou ja, dan gaat het in dit geval om informatie. Nee, informatie is echt de kern van waarom we het debat met elkaar kunnen voeren. En dus ook de grondwettelijke controlerende taak van het parlement richting het kabinet kunnen uitoefenen. Sterker nog, het artikel 68 van de grondwet. Omtzigt zegt het ook wel eens. Laten we het gewoon achter ons in de muren in de Tweede Kamer gewoon laten graveren. Ja. En dat wordt zo vaak geschonden. En het is ook een beetje aan inflatie onderhevig. Hè? Omdat het al zo vaak is voorgekomen. Ja, coalitie houdt de schouders op. Denk, we hebben net een paar zeteltjes meerderheid in de Tweede Kamer. Dus we komen ermee weg. Maar wat doet dat, hè? Met het vertrouwen ook op dat wat burgers hebben in de politiek, maar ook wat die ouders hebben in dat op een goede manier wordt opgelost. Dat gewoon bepaalde stukken gewoon niet worden verstrekt. En dan heb je zelfs het hoogste, dat is nog het laatste, het hoogste instrument ingezet wat je hebt. Hè. Die parlementaire ondervragings- of enquêtecommissie, of wat de officiële term ook maar is. Dat is het hoogste instrument wat je zelden inzet. Als die je dan niet boven water haalt. Ja, jongens, Martin Bosman zegt dus, mijn eet? Dat weet ik niet, daar moeten juristen zich over uitspreken. Maar in ieder geval word je tandenloos als Kamer op het moment dat je dit soort dingen niet meer kunt afdwingen. Martin Bosma van de PVV heeft ook wel eens gezegd, dan kunnen we dit beter laten ombouwen tot een caravanstalling. En zo is het maar net. Ja. Ik vraag me ook af of dit niet nog een staartje krijgt, want dit is, ik vond Rutte ook een zenuwachtige indruk maken. Ja, heeft hij gereageerd op de brief? Ja, op zijn Rutteaans natuurlijk. Daar gaan we natuurlijk altijd serieus naar kijken. En mochten er dingen zijn die boven water komen, zullen we dat uiteraard delen. Maar we kunnen ook niet helemaal voorkomen dat in die enorme brei van documenten dat er af en toe iets is verloren gaat. Dus het wordt afgezwakt tot een acceptabel iets, althans voor hem. Alleen voor Omtzigt leidt het gewoon voor een situatie waarin hij zegt, van dit is geen manier om de regering te controleren. Dus natuurlijk niet alleen vertrouwensbreuk tussen overheid en burger, maar ook tussen oppositie
een kabinet op die manier. Ja. Nou, jij was gisteren bij het debat, maar onze tweede Kamerwatcher Bert Brandsma was daar ook bij aanwezig. Bert, welkom. Fijn dat je er even bent. Er is zelfs een motie van wantrouwen ingediend gisteren. Hoe is daarop gereageerd en hoe verliep het debat gisteren? Nou kijk, de stemming daarover is niet direct geweest gisteren. Dat gaat waarschijnlijk dinsdag plaatsvinden, als ik het goed heb onthouden. Maar het was inderdaad Leijten, die de eerste spreker was in de tweede termijn. Die het vertrouwen in het kabinet opzij. Dus niet alleen in Rutte of in Aukje de Vries, maar in het hele kabinet. Het is in ieder geval zo dat zij volmondig steun kreeg van de PVV. En kijk, iemand als Omtzigt zal dat waarschijnlijk ook wel gaan steunen, maar die heeft dat op dit moment nog niet zo uitgesproken. Alleen je merkt eigenlijk al wel weer dat de coalitiepartijen de boel staande willen houden. Die willen zo lang mogelijk doorregeren. Dus waarschijnlijk gaat het gewoon niet halen. Maar je merkt wel dat er een hoop frustratie is van de Leven. GroenLinks die zei ook letterlijk dat hij gefrustreerd was door dingen. Van de Plas, die verwoordde het anders. Die zei, kabinet, los het op of stap op. Die was er eigenlijk ook behoorlijk klaar mee. Maar die trok het in een brede verband. Die zegt, we hebben nou zoveel schandalen. Gedoe met de boeren, gedoe met stikstof, gedoe met Groningen natuurlijk. En zij vond eigenlijk dat Rutte al lang klaar was. Want zij zegt van, je bent al 12 jaar verantwoordelijk. En het rommelt maar door. Er wordt niks opgelost in Groningen. Er wordt niks opgelost, of niks. Maar er wordt veel te langzaam opgelost in het toeslagen schandaal of toeslagen misdaad, zoals sommigen het zelfs noemen. Ja, en, heel lang. Ja, en iets wat ook nog besproken is gisteren, wat jullie nog niet benoemd hebben, is maar dat er het lijkt sprake te zijn van dat er stiekem overleg is van de regering met rechters. En het gaat er dan om dat zij termijnen willen oprekken. Hè? Je hebt bepaalde beslistermijnen. En die worden lang niet gehaald. Met name ook niet door de regering op het gebied wat jullie al aangaven. Mensen konden aangeven van, wij zijn gedupeerd. En die werden dan in eerste aanleg niet geaccepteerd. En die kregen dan een voorlopige beslissing dat zij dat niet waren, schriftelijk. Maar er werd dus nog niet diep ingegaan wat precies aan de hand was. Die mensen wel even een soort telefonische intake geweest, maar hoe het echt allemaal zat, dat wisten ze niet. En heel veel mensen die zitten daar al 1,5 jaar op te wachten. En dus is een beslistermijn of zoiets wat maar 1 jaar mag zijn. Dus daar zijn ze al lang massaal overheen gegaan. Het grappige was dat de verdediging van de Vries en van Rutte eigenlijk was van, nee, maar dat doen we in het belang van de slachtoffers. Als die dan een keer over hun 2 weken beslistermijn heen komen of reactietermijn, dan mag het wat langer zijn. Maar eigenlijk lijkt het erop dat dat juist in het voordeel van de regering moet zijn. Omdat mensen hun aansprakelijk hebben gesteld voor het overschrijden van die termijnen. Dus dat zijn nou een hoop dingetjes die spelen. En wat ook opvallend was, was eigenlijk de rol van GroenLinks. Hè. Van der Leen noemde het wel een frustrerend. Ik wil onderbreken, Bert, want ik zag net voordat je doorgaat, want ik heb het gevoel dat dit weer over wat anders gaat. Ik zag Erwin namelijk een beetje onrustig worden toen je het had over de rechters. De beslistermijn. Dat gaat over de Belastingdienst die overlegt met rechters om de beslistermijn van 2 weken, die bij wet geregeld is, optrekken naar 12 weken. Ja, dat mag gewoon niet. Hoe goed bedoeld het dan ook is, want het gaat dan in het kader van het belang van de ouders. Ja. Dat is ook waar Omtzigt gisteren over viel. De Belastingdienst heeft 21 wetten overtreden. Op het moment dat ik door rood rijd, of dat hij door rood rijdt, dan worden we daarvoor gestraft. Precies. En dit is een van die 21 wetten die gewoon vaststaat. Je hebt een beslistermijn van 2 weken en die kan niet ter discussie worden gesteld door wie dan ook. En dat is waar het hier om gaat. De Belastingdienst die met rechters overlegt om die beslistermijn van 2 weken op te rekken naar 12 weken. Even los van de vraag of dat dan ook daadwerkelijk gebeurd is, daar wordt over gesproken, daar wordt over onderhandeld. En dat kaartte Omtzigt gisteren aan als een van die wetten die dan overtreden zou zijn. En dat mag niet, het maakt niet uit in wiens belang het is. Het gaat allemaal vanuit goede intenties dan, dat zeggen ze. Maar het kan niet, het mag niet. Ik kan niet met goede intenties door rood rijden. Ja.
Bert, sorry, je mag door met GroenLinks. Je wilde wat vertellen over GroenLinks. Ja, in ieder geval om nog even terug te komen wat ik net aanstipte, slaat eigenlijk een beetje op wat Denk aangaf. En dat was dat verhaal van de termijn van een jaar die aangehouden moet worden om te beslissen. Maar wat al heel veel, in heel veel gevallen al lang overschreden is. Maar het is inderdaad zo dat de rol van GroenLinks wat opmerkelijk was. Want enerzijds noemde Van der Lee het frustrerende debat. Maar anderzijds waren er diverse momenten waarop hij met name de meest felle personen tegen de regering zijn duidelijk leiden en Omtzigt, die ook het beste van alle Kamerleden geïnformeerd zijn over deze hele gang van zaken. En Van der Lee die leek het een beetje bijna op te nemen in het regeringsbelang. Van ze zeggen, ja, maar goed, ja, we hebben eenmaal na het aftreden weer nieuwe verkiezingen gehad. En toen is Rutte toch weer gekozen, zijn partij als grootste. Dus ja, daar hebben we nou eenmaal mee te dealen. En dat is een beetje een breder plaatje, wat ik dus ook in de afgelopen Eerste Kamer-debat heb gezien, dat het haast lijkt dat GroenLinks een soort gedoogpartner van de regering aan het worden is. Ja. Of dat ook zo blijft, straks met de nieuwe Eerste Kamer is natuurlijk afwachten, maar dat lijkt het op dit moment wel een beetje op. Het is in elk geval opvallend. Bert Brandsma, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Ja, Erwin, je had het net al over de betrokkenen en gedupeerden die je had gesproken. Eén daarvan is Shira Maika. Ja. Ja, we hebben natuurlijk altijd over de cijfers, de getallen. En ik vind het is heel belangrijk om die mensen ook gewoon zichtbaar te maken. En ik merk ook dat ze steeds meer behoefte krijgen om zich uit te spreken. Ook op camera en steeds meer bereid zijn om documenten en zo en ervaringen te delen. En een van die mensen, een van die gedupeerden is Shira Maika. En die wilde gisteren op camera nog eventjes vertellen hoe zij het debat heeft ervaren. Ja, want ze gaf in elk geval duidelijk aan, het gaat niet om het geld, het gaat om meer dan dat. Laten we even gaan kijken naar de woorden van Shira Maika. Is er een manier voor jou om dit achter je te laten zonder de hulp van hun? Zou je ook ergens, dat klinkt heel erg kort door de bocht, je verlies kunnen pakken en zeggen, dit is gebeurd, ik ga niet meer achterom kijken. Ook al heb ik schade ondervonden, ik ga door met mijn leven. Nee, dat kan niet. Zolang het niet wordt opgelost, zolang het onrecht wat jou is aangedaan niet hersteld wordt, of in ieder geval als jij niet geholpen wordt en als jij niet krijgt waar jij recht op hebt en als jij niet de antwoorden krijgt, niet eens je dossier, dan kan je niet verder, want je wilt gewoon antwoorden. Je wilt weten waarom jij eruit bent geplukt. Ook gewoon nu met mijn gezondheid heb ik gewoon heel veel shit wat ik te verduren heb. Ja. Daar ga ik niet over in details, maar weet je, die stress. Waardoor je niet in je kracht staat en niet tot je recht komt. Ja, de stress, alles. Het gaat gewoon even niet. En daarom is die closure, die afsluiting, die rechtvaardigheid zo belangrijk voor je. Heel belangrijk. Ook zodat dan kun je echt door rust kan hebben van binnen, weet je. Ja. En dat je dat ook weer door kan geven aan je familie, je gezin. Want zolang jij niet, weet je, geen rust hebt, kan je dat ook niet geven? Of weet je, je kan het wel deels geven, maar het is nog niet compleet. Dus elke keer hoor je weer iets nieuws in het nieuws. Dan, weet je, het doet weer wat met je. Dus het wakkert weer wat aan. Dus het geld is niet de oplossing? Absoluut niet. Nee. En die tunnel lijken ze toch wel te leven, hè? Van we gaan de schade herstellen. Maar er is natuurlijk een heel duidelijk onderscheid tussen materiële en immateriële schade. En elke jurist die ik hierover spreek, die zegt eigenlijk, ja, het kabinet probeert zoveel mogelijk weg te blijven van de immateriële schade. Want hoe ga je die vergoeden? Dan kom je op een gegeven moment ook bij een schuldvraag uit, wat dan ook weer consequenties kan hebben voor bestuurders. Dus daarom denk ik dat ze nu ook inzetten op dat mediation traject. Door in plaats van al die mensen die dan geen gebruik maken van die katshuisregeling, die 30.000 euro, er samen met de overheid uit willen komen ten aanzien van het schadebedrag, wel één op één met één contactpersoon die ze zelf kunnen aanwijzen. Proberen ze, denk ik, de zaken buiten de rechtbank op te lossen. Ja, en jij was hier een paar maanden geleden en toen vertelde je dat het kabinet stelt dat gedupeerden misschien wel tot 2027, 2030 moeten wachten voordat alles afgehandeld is. Ja. Nou ja, jij gaf toen aan van met het tempo zoals dat nu is, verwacht ik zelf dat het nog langer gaat duren. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Nou ja, niet anders. Kijk, er is sprake van een caseload. Dus hoeveel zaken kun je afhandelen per medewerker? En het is heel lastig om dat verhaal even
in het kort uit te leggen, maar het gaat erom dat er een aantal instanties zijn die dit aan het oplossen zijn. Waar gisteren dan weer ook de mediation aan de orde kwam. Maar zo zijn er nog een aantal instanties die op allerlei lagen acteren. En die hebben een caseload. En als je die bekijkt, van hoeveel mensen zij kunnen behandelen, ja, ten aanzien van het aantal meldingen, ouders dat zich hebben gemeld, 60 tot 70.000, ja, dan ben je in 2030 echt nog niet klaar. Ja, en die caseload lijkt ook alleen maar groter te worden. Je zei dat steeds meer mensen zich ook weer aanmelden. Ja, ik weet niet ten aanzien van de vorige keer of er nog meer zijn, maar ik weet wel dat er op dit moment 60 tot 70.000 zijn die zich hebben aangemeld. Ja. By far nog niet de helft is opgelost. Ja, ik hoop oprecht niet dat het zo lang hoeft te duren, maar we gaan het allemaal zien.